Wisten jullie dat Rijnland werkt met drones? Ik wist dat zelf niet. En omdat ik dat heel interessant vond, besloot ik een afspraak te maken met Jan en Marco van Rijnland. En zij kunnen mij precies uitleggen hoe zij de drones gebruiken tijdens hun werk. Bij Rijnland gaan we voor een klimaatbestendige toekomst. In de bestuurszaal staat de toekomststoel. Een lege stoel die het bestuur aanschuift bij vergaderingen. Zodat we niet vergeten dat een besluit gevolgen heeft voor de generaties na ons. In deze serie neemt die nieuwe generatie zelf een kijkje bij het werk van de Rijnlanders. Goedemorgen Marco, Jan. Hoi. 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 We hebben afgesproken bij het Boezemgemaal in Katwijk. Kunnen jullie vertellen waarom we precies deze locatie hebben uitgekozen? We zijn hier aan het oefenen met drones. Deze locatie is hiervoor speciaal ingericht. Elke woensdag komen we hier bij elkaar om te oefenen en onze vliegvaardigheden een beetje bij te houden. Buiten het feit dat wij met vliegende drones vliegen op deze locatie, is deze locatie ook ingericht op het gebruik van onderwaterdrones en varende drones waar we ook mee aan de slag gaan. Door gebruik te maken van vliegende drones kunnen we een goed overzicht krijgen van het gebied waar we vliegen. En waarom kunnen jullie die beelden zo goed gebruiken voor jullie werk? Door gebruik te maken van drones kunnen we bijvoorbeeld een beter beeld krijgen van schades en keringen, zoals verzakkingen of kale plekken. Waardoor we ook inspecteurs wat gerichter kunnen sturen naar die locaties. Zijn er nog meer manieren om die drones in te zetten? Zeker, we hebben recent de drone ingezet bij een dakinspectie van gemaal Gouda. Daarbij hebben we de afvoeren gecheckt. Het voordeel daarvan is dat we heel efficiënt kunnen kijken. En zodoende hoeft niemand het dak op. Oké, en stel er is een keer sprake van wateroverlast bijvoorbeeld. Kunnen jullie dan de drone ook inzetten? We zijn vorig jaar gevraagd om ondersteuning te leveren in Limburg bij de watersnoodramp. Daarbij hebben we de drone ingezet om een goed beeld te kunnen vormen van het getroffen gebied. Ja, met de drone hebben we gebieden in kaart gebracht waar we niet konden komen omdat die onder water stonden of simpelweg te gevaarlijk waren om te betreden. Interessant om te weten dat jullie voor zoveel dingen die drone kunnen gebruiken. Het is goed om te weten dat Rijnland de nieuwste technologieën toepast om te zorgen dat wij allemaal droge voeten blijven houden. Is het eigenlijk ingewikkeld om zo'n drone te besturen? Wil je het zelf even proberen? Dat zou wel heel gaaf zijn.